De 50ste editie van het ABN AMRO Open komt eraan. De Krajicek Foundation, de Esther van Geer Foundation en ABN AMRO Foundation hebben de handen ineengeslagen om 50 mensen in het zonnetje te zetten. En wel met een gouden bal. En die gouden bal die geeft toegang tot de finale en een lunch met Esther en Richard. We zijn bij Villa Pardoes en we gaan de eerste gouden ballen uitreiken aan mensen die het ongelooflijk verdienen. Stefan is er vanaf de start van de foundation, de trainer die iedere keer weer vol enthousiasme en energie op zijn eigen unieke wijze de clinics verzorgt. Jij bent hier elke dinsdag, geef jij clinics? Ja. Hoe belangrijk is dat? Nou, eigenlijk super belangrijk, want de kinderen die hier komen bij Villa Pardoes, die kunnen dan nog gewoon een keer lekker op vakantie met papa, mama en broertjes en zusjes. Elke dinsdagochtend hebben we dan een sportprogramma waar ik uiteindelijk gewoon de kinderen eigenlijk mag vermaken samen met de papa en mama's. En ja, elke dinsdag is gewoon weer een feest. Ja, en wat is precies jouw rol? We hebben best wel verschillende doelgroepen waar we sport mogelijk maken. En gehandicapt sport is daar één van. En dat is waar ik eigenlijk al 23 jaar mee bezig ben. Je hebt het net ook allemaal gezien, de hele kliniek. Hoe belangrijk is het dat zo'n poort er ligt? Super belangrijk, dat is waanzinnig. Kijk, sporten is een van de leukste dingen die je kan doen. En dat is, vind ik en vind jij ook. En volgens mij vinden heel erg veel mensen dat. En daarom is het ook heel erg belangrijk dat eigenlijk iedereen die wil sporten, dat ook kan doen. En dat is wel iets wat ze hier natuurlijk mogelijk maken. Uiteindelijk is het zo dat er best wel veel kinderen zijn die toch een beetje in een isolement zitten. Die uiteindelijk gewoon naar school gaan met de taxibus naar huis en vervolgens achter de computer verdwijnen. Of uiteindelijk thuis zeg maar duimen zitten te draaien. Ja, en hoe mooi is het dan uiteindelijk om toch op een sport te gaan en uiteindelijk gewoon ook een beetje in een sociaal aspect zeg maar stappen te kunnen maken. Het is natuurlijk moeilijk om daar begeleiders en vrijwilligers voor te vinden. Hoe belangrijk was het dat we vandaag, wat jij mag ik wel zeggen, ze eventjes in het zonnetje hebben gezet? Nou, het ook belangrijk achten dat inderdaad iedereen kan sporten. En dat mensen zich daar op die manier voor inzetten. Nou, dat verdient een gouden bal en een bloemetje wat bij me toe. En we gaan ze terugzien op het toernooi. Dat is natuurlijk te gek, want het is de 50ste editie van de ABN AMRO Open. Ik ben natuurlijk al jaren een trots ambassadeur en ik weet hoe mooi het toernooi is. En ik denk dat ze een waanzinnige dag gaan hebben. Door naar de volgende!